Nou, hou ik zelf wel erg van mijn oog voor detail en van dat de dingen kloppen. En dat het lat ligt ook enigszins hoog, denk ik. En waar is dat dan perfectionisme en waar wordt dat faalangst? Of wat is het verschil? Ja, dat is een goede vraag. Ik zeg altijd van, nou, op het moment dat het helemaal vanuit je eigen innerlijke overtuiging ontstaat, omdat je het leuk vindt, omdat je het belangrijk vindt. Ik moet dan altijd denken aan mijn zoon die ooit eens een schetsje moest maken voor zijn tekenles van een monstertje. En dan denk je, nou, een schetsje, dat is even met grijs potlood wat tekenen. Maar hij vond het zo'n leuk onderwerp dat hij zei, ja, maar dat monstertje moet je ook zien waar die leeft en hoe die eruit ziet. Qua kleur, wat hij eet. En dus hij had eigenlijk een hele perfecte tekening gemaakt. Hij had het ook nog geüpload naar zijn iPad en gedigitaliseerd. En daar kwam hij dan mee aan bij zijn tekenleraar. En dan zou je kunnen denken, ja, dit is heel perfectionistisch. Maar hij was er zo enthousiast over dat het steeds beter en beter werd. En ja, het was eigenlijk zijn eigen innerlijke norm waaraan zijn schets moest voldoen. Maar als je dat zou doen voor de tekenleraar, omdat je een bepaalde angst hebt voor wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren qua beoordeling. Ja. En voor jou niet helemaal helder is wat de verwachtingen zijn. En je bang bent van nature om niet aan de verwachting te voldoen. Ja, dan slaat het om in faalangst. Omdat je niet kan dealen met het onbekende wat nog gaat komen. En het oordeel wat een ander eraan geeft. Ja. Dus dat vind ik altijd wel een belangrijk onderscheid om te maken. Want dat hoogsensitieve brein is gewoon ook gericht op het beste maken, het optimale resultaat, het efficiëntste, het leukste, het mooiste. Dat is ook een kwaliteit. Ja, maar als je, zolang ik het maar blijf doen uit mijn eigen interesse en inderdaad dat het niet uit angst is voor de ander. Daar zit, angst voor de toekomst of angst voor de ander. Ja. Of het niet kunnen dealen met het niet weten wat er zou kunnen gaan gebeuren met het materiaal wat je maakt. Nou, dan is het nog een kwaliteit. Nog een kwaliteit, hè? Gelukkig. Ik denk dat we dat allemaal wel herkennen.